Dit is Voltron hier in Europa Park. 1,4 kilometer lang, bijna 100 kilometer per uur. Dit is een achtbaan van superlatieven. En om deze achtbaan te laten draaien heb je heel veel stroom nodig. Welkom bij Theme Park Science. We staan hier dus bij Voltron Vera hier in Europa Park. Een zogenaamde Striker Coaster van Mack Rides. Dan hoor ik je denken, wat is nou een Striker Coaster? Ja, er is er nog maar één van in de wereld en dat is deze. Het is een hele bijzondere achtbaan. Je ziet het al, korte treinen, vier karretjes, vier mensen naast elkaar. En een heleboel elementen in versies, waaronder de lancering recht omhoog. Sterker nog, deze achtbaan heeft zeven treinen. Jurnan, dit is best een technische achtbaan. Het is een ontzettend technologisch hoogstandje. Maar niet alleen de achtbaan is spectaculair, ik ben ook heel enthousiast over het thema. Ja, dat is het Tesla-thema. Het is elektriciteit. En ik heb het idee dat deze achtbaan vrij veel daarvan gebruikt. Ja, dat klopt. Er zitten natuurlijk drie verschillende lanceringen in. Ook verschillende soorten lanceringen. Dus je kunt wel zeggen dat het een flinke stroomverbruiker is. De achtbaan draait met zeven treinen. Ja. Dat moet ook allemaal wel een beetje veilig gaan, lijkt mij, toch? Zeker. Hoge capaciteit hebben we nodig in Europa Park. Veel bezoekers. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgen hier. Dan stel ik voor dat jij je wat meer gaat verdiepen in Tesla. Ja. En dan ga ik met Mack Rides praten over hoe ze dit nou ooit hebben bedacht. Ik heb een afspraak met Stefan Alt van Mack Rides. Ich heiße Stefan Alt und bin der hauptverantwortliche Achterbahningenieur hinter dem Projekt Voltron. Das heißt, ich habe die Streckengeometrie und die Fahrdynamik von Voltron berechnet. Voltron ist ein Multi-Launch-Coaster, das heißt, wir haben mehrere Abschnitte, in denen der Zug kinetische Energie gewinnt durch LSM-Statoren. Das ist auf dem Hinweg einmal der Launch 1, ein traditioneller Launch insofern, dass es einfach nur geradeaus vorwärts geht. Wir haben hier Radien verbaut, sodass der zweite Teil des Launches 1 tatsächlich um 115 Grad nach oben geht. Der Launch 2 ist ein sogenannter Flying Launch, das heißt, wir beschleunigen nicht aus dem Stand heraus, sondern der Zug wird quasi mit einer gewissen Geschwindigkeit übergeben und kriegt dort noch einmal einen Push. Und der Launch 3 ist ein sogenannter Halfpipe Launch, also ein Launch, der rückwärts und vorwärts durchfahren wird und dadurch Statoren wiederverwendet werden, um den Zug zu beschleunigen. Neben den drei Launches haben wir noch zwei andere Sektionen, die nicht traditionell einer Achterbahn folgen. Das ist einmal die Effektweiche, wo wir eine Schiene haben, die sich vertikal in einem Profil bewegt. Das ist tatsächlich ein hydraulischer Antrieb, der dafür sorgt, dass der Zug nochmal vertikal sich bewegen kann. Und hinten im hinteren Bereich der Achterbahn ist eine Drehweiche verbaut, die sowohl im Automatikmodus dafür sorgt, dass man mit dem Zug auf den Halfpipe-Launch transferiert wird, aber auch gleichzeitig genutzt wird, um Züge zu und vom Wartungsbereich zu transferieren. Die Freifahrbereiche vom Voltron haben einen großen Fokus auf Airtime, weil das auch etwas war, was im Europapark noch nicht so prominent vorhanden war. Gleichzeitig war aber auch Wunsch des Parks, nochmal auf den Blue Fire eine Schippe draufzuschieben, was Inversionen angeht. Und die Kombination von Airtime und Inversion ist dann Hangtime, was wir hier auch prominent haben, einmal nach dem Launch 1, wo man einmal kurz aus dem Sitz rausfällt und einmal nach dem Launch 2, der 2 Sekunden lange Stall, wo man wirklich merkt, dass man die Kombination aus abhebenden Beschleunigungen und Inversion hat.
sta hier in het station van Voltron en hier staan nu nog geen treinen. Zo direct komen er maar liefst 7 treinen tegelijkertijd hier op de baan. En ja, je kunt je voorstellen dat het best ingewikkeld is om al die 7 treinen continu te laten draaien. En ze hebben hier dus een aantal trucjes en ik laat jullie precies zien hoe ze dat dus doen. Ja, die treinen van Voltron die zijn eigenlijk nog best wel zwaar. Om ervoor te zorgen dat ze echt juist tot stilstand komen, zie je dus een enorme installatie aan remmen hier zo zitten. Wil je nou weten hoe dat precies werkt? We hebben op een andere MAC-ride dit helemaal uitgelegd. Check even de video van Helix. Op het moment dat de treinen zijn afgeremd, komen ze hier uit op die boosterwielen. Op elke trein zit een sensor die meet exact de snelheid van de trein. En dat geeft hij door uiteindelijk aan de boosterwielen. Zo komen de treinen exact op het juiste moment het station in en blijft die afstand ook voldoende. Uiteindelijk komt de trein met de juiste snelheid binnen en ook het station, de lopende banden, bewegen met precies de snelheid van de trein. Waardoor het dus mogelijk is dat de treinen continu in beweging zijn. De eerste mensen kunnen al in- en uitstappen, terwijl de achterste nog ineens binnen zijn. En precies het tegenovergestelde gebeurt natuurlijk aan de andere kant van het station, waar de eerste rijen al gecontroleerd zijn en de achterste mensen nog moeten instappen. En dat gaat allemaal automatisch met chips verborgen in de treinen, zodat de computer exact weet dat alles veilig is. Net zoals Tesla heeft MAC-Rides ook een aantal hele bijzondere uitvindingen. Waaronder deze bounce track. Wat is hier nou zo bijzonder aan? De trein komt hier stil te staan. Door middel van de mechanische remmen blijft hij op zijn plaats staan. De track komt geheel los. En door middel van hydrauliek gaat de hele track omhoog en omlaag. En dat geeft eigenlijk best nog wel wat airtime. Nou, flink wat kriebeltjes in de buik. Nadat dat klaar is, is dit ook gelijk het eerste stuk van de lounge omhoog. Uiteindelijk rijden hier dus dadelijk 7 treinen continu op deze coaster, allemaal op veilige afstand van elkaar. Vertical lounges, draaischijven, bounce tracks. Er zit een hele hoop techniek hier in Voltron Nevera. Am Anfang des Projektes stand sehr früh fest, dass die wesentlichen Parameter der Anlage waren, dass wir eine hohe Kapazität brauchen. Eine Anlage, die den neuen Standard für die thrilligste Anlage im Europapark setzt. Aber auch, dass es eine der längsten Anlagen sein soll. Also die Zeit, die man in dieser Anlage verbringt, soll möglichst groß werden. Und das ergibt eine Kombination aus, dadurch, dass wir sehr viele Personen pro Stunde befördern möchten, bei aber relativ kleinen Zügen die Vorgabe, dass wir mit maximal 36 Sekunden aus der Station rausfahren dürfen. Das ist eine Dispatchzeit, die sehr knackig ist, sehr eng, was auch dafür sorgt, dass wir hier im Park auch eine sehr spezielle Station verbauen mussten. Dadurch, dass die Operator effizient genug arbeiten müssen. Wir bei MAC-Rides haben uns dafür entschieden, auch mit dem Europapark zusammen eine ganz spezielle Stationsvariante hier zu implementieren, indem wir hier einen fortlaufenden Bahnhof, ähnlich wie beim Arthur hier im Europapark, benutzen, der ähnlich wie bei einem Skilift tatsächlich dafür sorgt, dass der Zug nicht stehen bleibt. Draußen auf der Anlage bedeutet das üblicherweise, dass man viele Unterbrechungen benötigt, in Form von zum Beispiel Blockbremsen oder halt eine relativ schnelle Abfolge von Elementen. Hier beim Voltron haben wir versucht, diese Blockbereiche ein wenig zu verstecken. Gerade auf dem Hinweg durch den Launch 2, der alleine ein Blockbereich ist, aber nicht als traditionelle Bremse dafür sorgt, dass der Zug langsam wird. Ja, eine der wesentlichen Herausforderungen auch hier durch die hohe Kapazität und die niedrige Dispatchzeit war tatsächlich, dass die Launches sehr häufig benutzt werden und deswegen auch im Laufe der Anlage wenig Zeit haben, wieder abzukühlen. In Kombination mit den relativ schweren Zügen und den hohen Beschleunigungsanforderungen, die wir da bei diesen Launches haben, war am Ende die Lösung tatsächlich 4 Statorreihen zu benutzen, einfach um die Oberfläche der Statoren zu vergrößern, um entsprechend dann auch dafür zu sorgen, dass die Statoren nicht überhitzen im laufenden Betrieb bei 36 Sekunden und einem heißen baden-württembergischen Sommertag. Bei der Planung der Achterbahn mussten wir ganz besonders darauf achten, dass es hier auch räumliche Restriktionen gab.
Das war einerseits die Blinde Elz, das ist ein kleiner Fluss, ein kleiner Bach, der hier entlangläuft, der eine Landschaftsschutzzone von, ich glaube, 12 Metern Breite enthält. Dort fahren wir zweimal drüber und mussten da entsprechend mit den Stützenkonstruktionen aufpassen, dass wir dort von entfernt blieben. Und eine zweite Restriktion war, dass tatsächlich dadurch, dass der Europapark schon sehr gut ausgebaut war, im Untergrund schon einige Leitungen verlegt waren und die nicht unbedingt verlegt werden sollten, haben wir da auch versucht, das Layout entsprechend drumherum zu planen. Ja, dadurch, dass der Europapark, das Gelände vom Europapark immer enger wird und der Europapark auch langsam damit arbeiten muss, dass das Gelände langsam enger wird, hat sich der Europapark auch hauptsächlich dafür entschieden, die Station und den Wartungsbereich voneinander zu trennen, rein örtlich. Der Wartungsbereich wird häufig auch mit schwerem Material beliefert, was mitten innerhalb des Europaparks als logistische Herausforderung angesehen wurde. Deshalb stand relativ früh tatsächlich fest, die Station zentral im Europapark zu platzieren und den Wartungsbereich weiter außen, wo man auch besser anliefern kann. Das bringt natürlich weitere Herausforderungen mit sich, dadurch, dass morgens das Aufstarten der Anlage nicht aus der Station heraus geschieht, sondern aus dem Wartungsbereich. Aber dadurch, dass die Anlage so lang ist und hinten tatsächlich auch durch die Drehweiche eine eigene Weiche schon feststand und auch genutzt werden konnte, um dann den Wartungsbereich zu erreichen, war das am Ende tatsächlich die eleganteste Lösung. Nikola Tesla was een Kroatische uitvinder, natuurkundige en elektrotechnicus die na zijn studies in Oostenrijk in 1884 naar Amerika vertrok. Een aantal jaren daarvoor had Thomas Edison daar grote verbeteringen doorgevoerd aan de gloeilamp, waarmee hij maar liefst een lamp had bedacht die goedkoop te produceren was en tot wel 14 uur kon branden. De grote uitdaging was dus nu om hele wijken, huishoudens, kantoren en fabrieken van die gloeilamp te voorzien. Daarvoor moest een elektriciteitsnet worden gebouwd. Tesla ging aanvankelijk in dienst bij Edison, maar zowel op het persoonlijke vlak als op het vakinhoudelijke gebied klikten de twee niet zo goed. Na een paar jaar vertrok Tesla naar de grote concurrent van Edison, George Westinghouse. En dat betekende eigenlijk het begin van de oorlog van de stromen. Aan de ene kant wilde Thomas Edison een elektriciteitsnet bouwen op basis van gelijkstroom. Terwijl aan de andere kant Tesla van mening was dat juist wisselstroom een veel beter idee zou zijn. Het grote voordeel van het gebruik van wisselstroom is dat je die stroom onder hoogspanning over grote afstanden kunt transporteren met veel minder verliezen dan je zou hebben met gelijkstroom. Dat betekent dat je eigenlijk enorme wijken van elektriciteit zou kunnen voorzien op veel grotere afstand van een enkele elektriciteitscentrale. Uiteindelijk kwam die oorlog van de stroom op een hele mooie manier tot uiting op de Wereldtentoonstelling van Chicago van 1893. Op deze wereldtentoonstelling presenteerde Edison de grootste gloeilamp op dat moment en dat trok enorm veel bekijks. Alleen de organisatie van Chicago en het festivalterrein die waren er eigenlijk ook van overtuigd dat Tesla's idee van die wisselstroom wat beter zou zijn. Dus het hele terrein was in feite verlicht op basis van het wisselstroomprincipe van Tesla. Een andere belangrijke uitvinding die Tesla heeft gedaan, die kennen we nu als de Tesla coil of de Tesla spoel. En die hangen hier ook aan het plafond van de wachtrij bij Voltron. Dit was een manier waarmee Tesla wilde zorgen dat je op een draadloze wijze gloeilampen in een omgeving van wel 100 meter van die spoel zou kunnen laten branden. Nou, dat concept werkte in principe wel. Maar dat was dermate inefficiënt en lawaaierig dat het eigenlijk nooit op grote schaal is gebruikt. Aan het einde van zijn carrière vertrok Tesla naar New York en daar startte hij met de bouw van de Tesla Tower. Daarvan kun je hier in Europa Park ook nog twee schaalmodellen vinden. Het idee daarvan was om elektriciteit, wisselspanning onder hoge frequentie over nog veel grotere afstanden te verzenden. Nou, daar kreeg Tesla de handjes niet voor op elkaar. Investeerders die trokken zich terug.
Met name omdat ze net hadden geïnvesteerd in zo'n hoogspanningsnet op basis van wisselstroom. En ze waren bang dat als die Tesla Tower echt een succes zou worden, dat die investering dan zinloos zou blijken te zijn. De Tesla Tower is ten tijde van de Eerste Wereldoorlog daarom dan ook afgebroken zonder ooit in gebruik te zijn gesteld. We kunnen dus wel concluderen dat de belangrijkste uitvindingen van Tesla zijn geweest al zijn verbeteringen op het gebied van de wisselstroom. De wisselstroommotoren, generatoren en transformatoren die we nodig hebben voor een modern elektriciteitsnet. Nou, dat gebruiken we vandaag de dag dus allemaal nog steeds om bijvoorbeeld een spectaculaire achtbaan als Voltron van elektriciteit te voorzien. En ik vind het dan ook fantastisch dat zo'n thema hier in Europa Park op zo'n manier is uitgewerkt. In Kroatië met een geweldige uitvinder als Tesla bij een achtbaan met zoveel verschillende lanceringen. Jenan, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zonder Tesla geen Voltron. Nee, dat klopt. Tesla heeft zoveel belangrijke uitvindingen gedaan. Als die allemaal niet zouden zijn gebeurd, ja, dan hadden we nooit van zo'n mooie achtbaan kunnen genieten. Toch moet je even tussen jou en mij, de toppers van MacRide, dat zijn eigenlijk een beetje de moderne Tesla's. Hè? Ja, dat zijn ook geweldige uitvinders. Als je ziet hoe moeilijk het is om zo'n achtbaan op hoge capaciteit te laten functioneren. Al die blokken die dan ongeveer even lang moeten zijn. Petje af voor degene die dat heeft ontworpen. En dan hebben we het eigenlijk nog ineens gehad over ja, de attractie zelf, onze ervaring. Die omhooglancering volgde al die elementen, het brute airtime, het gooien smijtwerk wat je eigenlijk bij zo'n achtbaan verwacht, die hangtime in die rol. Ah, het is echt genieten. Inderdaad, het is echt een geweldige achtbaan. Ja, en vond jij dit nou een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog, like, subscribe to Theme Park Science. En vanuit deze plaats moeten we bedanken MacRide, een klein beetje Tesla en Europa Park natuurlijk. Tot de volgende video. Hoi hoi.